Het is inderdaad een mega hennepveld hier in Nisterode, maar van deze hennepplanten kan je niet stoned worden. Het gaat namelijk om de zogenaamde niet-psycho-variant. En dat kan je eigenlijk vergelijken met bier. Je hebt gewoon bier en alcoholvrij bier. Nou, deze hennepplant is duidelijk een maltbiertje. Er zit de stof THC, zit hier maar slechts 0,2% in. En bij hennepplanten, bedoeld voor wiet en hash, om er stoned van te worden, daar zit 15 tot 18% THC in. Nou, dat is dus een wereld van verschil. Maar ja, vraag blijft, waar worden deze hennepplanten dan wel voor gebruikt? Nou, ik vroeg het aan Agerland, dat is een agrarische organisatie, en zij konden mij meer vertellen. Mark de Beer, waarvoor worden deze hennepplanten gebruikt? De vezelhennepplanten die worden gebruikt als aanvulling op het melkveerantsoen. Dus wat gevoerd wordt aan melkkoeien. Net zoals bij mensen is het belangrijk om het maag-darmkanaal te stimuleren, te bevorderen. Daarvoor hebben wij bepaalde vezels nodig. En vergelijkbaar daarmee hebben koeien ook bepaalde vezels, of eigenlijk prikstructuur noemen wij dat dan in vaktermen. Hebben zij nodig. En gebeurt het nou ook vaker dat mensen schrikken van zo'n enorm hennepveld? Ja, dat gebeurt zeker. We zijn sinds vorig jaar begonnen met deze teelt. Het is nog steeds een proef. En het roept zeker wel reacties op. Ze hebben al een aantal telers toch politie op de stoep gehad. Met de vraag van, met de opmerking van, of jullie hebben heel veel lef. Of het is iets anders dan dat wij denken. Ja goed, het laatste is het geval. Want dat is wel belangrijk om te benadrukken dat vezelhennep een volledig legale teelt is. Die ook gecontroleerd wordt door de overheid. Dus door het ministerie van Landbouw en ook de AID, de Algemene Inspectiedienst. Ja, want in deze hennepplant zit maar heel weinig THC. Maar hoeveel kilo moet je nou op hebben om toch een klein beetje stoned te worden? Nou, de vezelhennep is inderdaad verheerd op minder dan 0,2% THC, de geestverruimende stof. Nou, berekeningen wijzen uit dat je ongeveer 8 hectare vezelhennep op moet roken om in hogere sferen te komen. Dus daar is hij absoluut niet voor geschikt.